Dit is Kal, Aaj or Kal. In Haiti is de situatie verder geëscaleerd door het toenemende bendegeweld in Port-au-Prince. Zelfs nu politieke partijen langzaam de vorming van een overgangsregering naderen. Een VN-functionaris meldt significante vooruitgang van de bendes en nieuw bloedvergieten. Ernst Julmey, een prominente bendeleider, werd tijdens een confrontatie met veiligheidstroepen gedood. Dagelijks leven wordt beheerst door wegversperringen en geweerschoten, terwijl gewapende groepen nieuwe delen van de hoofdstad binnendringen. Premier Ariel Henry heeft ingestemd met aftreden om een interimregering te vormen, terwijl het land nog steeds herstelt van de moord op president Mossé in 2021 en de politieke stagnatie sindsdien. Geconfronteerd met de voortdurende crisis in Haiti, waar bendeleden het dagelijks leven ontwricht en de vorming van een overgangsregering bemoeilijk, speelt Suriname een cruciale rol in de internationale respons. Ons land Suriname heeft aangekondigd militairen naar Haiti te willen sturen om te helpen bij het herstellen van de orde en het ondersteunen van het vredesproces. Wij praten vandaag met minister Krishna Mathura van Defensie om dieper in te gaan op het besluit waarom Suriname hieraan gaat deelnemen. Minister Mathura, hoort u mij? Ja, van harte goedemorgen. Ik hoor u, meneer Pirkan. Ja. Ook goedemorgen aan de luisteraars. Mevrouw Mathura, laat me alvast bedanken dat u uw tijd neemt voor vandaag op deze zaterdag om met ons te praten over deze materie. Wat heeft Suriname ertoe bewogen? Ik herhaal, wat heeft Suriname ertoe bewogen om militaire steun aan Haiti te bieden in deze tijd van crisis? Nou, er zijn verschillende argumenten. Ten eerste, het gaat om een CARICOM-land. En het gaat om de mensen, om de bevolking van Haiti die heel erg te lijden heeft van alles, van voedseltekort, van geweld, tot alles wat er is. U heeft zelf uitgelegd hoe ernstig de situatie is. En dat betekent dat we dus moeten kijken, manieren moeten zoeken om te kijken hoe we het volk tegemoet kunnen treden. Internationaal zijn verschillende landen die de handen in elkaar hebben geslagen om te kijken hoe we kunnen ondersteunen met capaciteit daar. Dat is ook het verzoek geweest toen van de zittende president, meneer Ariel. En de landen hebben dus dan gekeken. Het is niet alleen Suriname hoor. Het zijn verschillende landen vanuit CARICOM die bezig zijn te kijken van hoe kunnen we ondersteunen, met hoeveel capaciteit kunnen we ondersteunen en waaruit bestaat die ondersteuning. Maar ook landen als Afrika, Kenia, Canada, met geld. Dus een aantal landen komen in met geld en een aantal landen echt met capaciteit. En wij, onze president heeft een paar keer aangegeven dat we bereid zijn te ondersteunen. Het is meer een geen militaire rol die we daar gaan vervullen, maar het is meer law enforcement. Het is handhaving, rechtshandhaving. En daar gaat dus de politie een belangrijke rol spelen. Dus het is niet alleen een militaire detachement, maar het is samen met de politie. En we zijn een kleine groep aan het formeren, samen met andere landen. En dan gaan we sturen. Maar op dit moment zijn we bezig te trainen en te kijken hoe internationaal men ons kan ondersteunen in die training. En faciliteiten, want we wachten eigenlijk op de regels, op de protocollen, op de procedures. Want die zekerheden moeten ingebouwd worden voor ons, voordat het zover komt. Oké. Okay. Mevrouw Mathura, minister van Defensie, praten wij mee, dames en heren, in Kal, Aaj or Kal. Hoe ziet Suriname, ons land, de rol van de Surinaamse militairen en de politie op de grond in Haiti, gezien de complexe veiligheidssituatie die nu gepaard gaat met bende geweld? Ja, dus dat is precies de uitdaging. En daarom is er, want dat verzoek is al een hele tijd gedaan. Maar de capaciteit is nog niet in Haiti aangekomen, omdat precies dat het probleem is. De president heeft bedankt. Er is nu bezig een presidentiële raad te vormen. Dus het land is basically stuurloos. En je ziet dus dat de bende het overneemt. Maar ergens moet je het volk toch beschermen. Maar de regels moeten duidelijk zijn. Onder welke regels gaan we daar werken?
wie zijn de leading organen die de missie gaan begeleiden. Dus er moet minimaal sturing zijn in het land, anders kan je dus niet gaan. Dus daar zijn we bezig nog te wachten. Er is een team van CARICOM en nog een aantal landen hoor. Amerika zit erin, dacht ik. Ik weet niet precies welke landen, maar er is een team die zich buigt over de regels en procedures, waar Suriname ook in participeert. En zij zijn bezig te kijken onder welke regels en onder welke voorwaarden Suriname ook, maar al die landen die daar gaan participeren, gaan functioneren. Okay. En het is nog niet helemaal duidelijk. Okay. U zei eerder dat onze militairen als de politie eventueel getraind gaan worden. Wat voor training zullen ze krijgen waar we weten dat de omgeving in en rond Haiti, voornamelijk Port-au-Prince, zeer onvoorspelbaar zijn? Ja, dat klopt. De omstandigheden zijn onvoorstelbaar. Onvoorspelbaar, laat me het zo zeggen. En onze mensen gaan getraind worden in rechtshandhaving, want het is meer een rechtshandhavende missie. Wetten naleven, de politie daar ondersteunen. Dat is de rol eigenlijk een beetje. Orde handhaven, veiligheid verhogen, aanwezigheid van het gezag daar in Haiti. En daarin worden ze getraind. En wij hebben ook in die training, zijn we bezig te kijken hoe onze buitenlandse partners ons kunnen ondersteunen daarin. Dus ik denk dat 28 maart een hele goede overlegmoment is met onze South Dakota partners, om te kijken hoe zij ook kunnen ondersteunen. Dus het is nog passen en meten en zoeken naar wat zijn de exacte regels. We zijn bezig voor te bereiden. Maar als de voorwaarden nog niet helemaal duidelijk zijn, dan gaan we tot dan geen mensen sturen. Ik bedoel, met voorwaarden moet duidelijk zijn onder welke regels en wat mensen gaan doen en waar ze huisvesten. Wat zijn de veiligheidsvoorschriften voor de mensen? Wat zijn de rules of engagement? De verzekeringen, hun uitrustingstukken. Alles moet nog in orde komen voordat we zover zijn. Ja, dus u zegt in principe is het nog niet bekend onder wiens vaandel de militairen en de politie zullen opereren. Het is algemeen bekend in het verleden dat troepen die werden gestuurd naar Haiti onder de UN-vaandel kwamen, de zogenaamde blauwhelmen. Is dat vooralsnog bekend onder wiens vaandel, onder welke commandostructuur ze zullen vallen? Nee, niet onder de VN dit keer. Maar dat is juist het probleem. Kenia zou dus de missie leiden. Maar daar is nog twijfel over op dit moment. Geen enkel land wil dus echt de voortouw hierin nemen. En wij gaan niet met een kleine eenheid de voortouw nemen. Dus het moet een grote missies zijn, die moeten de voortouw nemen, internationale organisaties, en daarop wachten we eigenlijk. Ja, dus u zit ook dan te wachten. Eén, wie gaat het financieren? Want de financiering is voor een deel, hebben een aantal landen toegezegd. En ik heb begrepen dus dat fondsen al voor een deel in orde zijn. Ik denk dat een aantal landen, grote landen, wat bedragen hebben toegezegd al. Ja, is het bij u bekend al hoe groot de Surinaamse groep zal zijn? We gaan minimaal participeren. We gaan met een peloton en het is ongeveer 25 tot 28 militairen. Maar ik denk dat de politie ook misschien een 20-tal mensen zal hebben. Dan dat is eigenlijk de eenheid die we willen hebben. Hebt u misschien misschien zullen we niet alle 50 in één keer sturen, maar gefaseerd. Maar het gaat eigenlijk om, kijk, je wil solidariteit betuigen. Je wil het volk niet in de steek laten. En je wil echt helpen, volk helpen. Want zij leiden het meest eigenlijk daar. Ja. Is het u bekend en hebt u de geschiedenis kunnen natrekken? Suriname heeft reeds eerder in het verleden geparticipeerd aan de veiligheid van Haiti. Toen hebben wij een groep politieagenten gestuurd. Die politieagenten hebben het toen niet volgehouden, zijn eerder teruggekeerd. Hebt u dat nagetrokken wat er was gebeurd? Ja, ik weet helemaal, want ik was zelf betrokken bij die missie. Ja, want u komt uit de politiekorps. In de voorbereiding, dus het was een missie onder leiding van een inspecteur daar. En het was ook een militaire missie, hoor. Dus het was een gezamenlijke groep die is gegaan. En ze hebben een hele tijd, en we hebben toen een eerste deel teruggeroepen, een tweede deel gestuurd en teruggeroepen. En het waren zeer traumatische ervaringen.
van die groep. En er zijn mensen nu nog in onze organisatie die toen zijn geweest. Dus van die leren we ook. En daarom zeg ik van wanneer we mensen sturen, moeten we mensen goed voorbereiden en goed trainen. Maar ook de randvoorwaarden moeten in place zijn. Dus we hebben geleerd uit die missie die eerder naar Haiti is geweest. Ja. En toen was het onder VN. Ja, mevrouw Matura, tot slot, wat zijn de verwachtingen van ons land ten aanzien van de impact van deze missie op de lange termijn stabiliteit en de wederopbouw van Haiti? Wij hopen dat de missie de orde, rust terugbrengt in Haiti of een bijdrage daartoe levert. Want wat er nu is, is de politieke stabiliteit is er helemaal niet. Dus dat land is eigenlijk stuurloos. Tegelijkertijd hopen we dat dus dat in orde komt. Dat er een politieke raad komt of een presidentiële raad daar komt. En ik heb gisteren begrepen dat er al wat voorstellen zijn en wat namen bekend zijn. En zij gaan eigenlijk de overgangsregering vormen, leiden en nieuwe verkiezingen uitschrijven en het proces begeleiden. Maar de leider van dus dat geweld, de bendeleider, die heeft al aangegeven dat ze moeite hebben, dat ze niet betrokken zijn. Dus het is een zeer chaotische situatie. Maar de bedoeling is toch dat we die impasse komen en dat die verkiezingen gehouden worden. En dat wij als land of die extra capaciteit, die internationale ondersteuning, een bijdrage levert aan herstel en stabiliteit om te komen naar een regering en dat de orde hersteld wordt. En dat mensen weer zich veilig voelen en weer dingen genormaliseerd worden. Dat is wat we hopen en wat we proberen te bereiken. En lange termijn, kijk, het gaat om de geopolitieke verhoudingen. We zijn lid van de CARICOM. We moeten elkaar ondersteunen en het is een stukje solidariteit, maar ook humaniteit. Dat we ons sympathiseren en ook ondersteunen. Wanneer een land in problemen is, hetzij door bendegeweld, hetzij door een calamiteit, hetzij door een ramp, dan is eigenlijk ook dat wanneer je in een samenwerkingsverband zit, dat je kijkt naar mogelijkheden hoe we elkaar kunnen ondersteunen. We hebben hetzelfde gehad toen we de binnenlandse oorlog hier hadden en mensen ontheemd werden en heel veel mensen naar Frans-Guyana zijn gegaan, heeft Frans-Guyana de mensen opgevangen, heeft ze niet in de steek gelaten, opgevangen, huisvesting, voeding, et cetera. Hoe minimaal dan ook, maar heeft wel opgevangen. Dus dat is eigenlijk gebruik ook hoor, in het geopolitieke. Ja. Mevrouw Krishna Matura, minister van Defensie, mag ik u dankzeggen voor uw bijdrage in deze uitzending van Rashid Pierkans Kal Ajorkal. En ik wens u ook een Ramadan Mubarak en een Shubh Holi toe. Ook heel hartelijk dank, het was een genoegen. En ook aan alle luisteraars en u, Ramadan Mubarak. En ook voor de mensen die maandag Pagwa feest, eigenlijk is het een nationale feestdag, Shubh Holi. Dank u wel.